Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 17 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning is gewoon weer de woonkamer aan de beurt. Die zin die klopt niet helemaal, maar de woonkamer is dus aan de beurt. Dus lekker weer eventjes hier even schoonmaken. Even lekker goed stofzuigen. Dus dat is prima. Ik heb een blouseje aan met gewoon een basic broek. Gisteravond heb ik het spelletje gekeken en beter laat dan nooit, sinds ik kende seizoen 1 nog niet. Daarna was het eigenlijk een beetje zappen, maar er was weinig op. Dus toen ben ik verder gegaan met de vlog om die af te maken en die is nu al klaar, dus dat is wel prettig. En ja, gewoon Gossip Girl gekeken en Rex. En ik heb de foto's bewerkt voor mijn artikel voor vanavond. En ik heb ook nog het artikel wat ik gisteren over de kwasten online wilde zetten online gekregen. Dus eigenlijk productief. Dus dat was top. En voor de rest was het ook eigenlijk niet heel spectaculair. Ik heb mijn was even opgehangen. Die hangt nu hier. En het was zoveel. En mijn wasmand zit nog steeds knoeivol. Dus ik ga er morgen ook maar weer even eentje aanzetten, want dat is gewoon echt nodig. Dus ja, verder weinig gedaan. Ik heb verder ook eigenlijk weinig te melden. Ja, ik ga vanavond even naar de IKEA in verband met het karretje. Even kijken of ik hem om moet ruilen of dat ik gewoon nieuwe schroefjes mee krijg. Dat is even de vraag. Maar dat is verder ook niet echt spectaculair, dus dat is het. Dus ik ga eventjes een sopje maken en dan ga ik hier eventjes aan de gang. Ik wil eigenlijk eerst eventjes mijn balkon aanvegen, want die is echt een bende. Ik wil nog steeds tapijtje neerleggen en mijn tafeltje ophangen. Moet ik even kijken wanneer ik dat ga doen. Want ik moet dat eerst ook even goed opmeten. En volgens mij is er nog al slecht weer gepland, dus de kans dat het allemaal vrij nat gaat regenen is vrij groot. Ik zal eens even kijken naar het weer. Ja, morgen staat hij op regen en vrijdag staat hij op regen. Vrijdag wel weer, of zaterdag wel weer zonnig. Maar in ieder geval eventjes dat aanvegen. Ik ben alleen mijn goede stof en een blik voor buiten kwijt. Dus dat is een beetje vervelend. Dat ga ik eerst even doen. Dan ga ik daarna even een sopje maken en hier de boel doen. Ik zal jullie daar verder gewoon bij zetten. Dus dat is het eigenlijk voor nu even. Zo, ik heb alles klaar en ik heb ook even het balkon geveegd. Kan ik jullie wel even laten zien. Want ik ben er best blij mee. Kijk. Alles weer aangeveegd. Mijn bloemetjes gaan zo goed. Echt super leuk. Dus dat is top. Dan moet ik het alleen nog helemaal klaar gaan maken met... Ja, dat tapijt en zo. Klusje voor van de week. Woonkamer is ook schoon. Ik heb eventjes lekker gebullet journaled. Heb ik jullie niet bijgezet. Maar was vooral plakken en wat tekenen. Dus dat is ook alweer klaar. Nu ben ik het zat. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan kan ik straks eten. Want om 7 uur is mijn vader hier. En dan even naar IKEA. En dan vanavond. Ik neem even dat spelletje op. En eventjes nog. Steenrijkstraat, Arm en Obese. Want je hebt van de week niet zo heel veel televisie. Kan ik even wat dingen terugkijken. En dat is het ook eigenlijk wel. Ik kijk natuurlijk Rex en Gossip Girl. Ik ga mijn vlog uploaden. Ik moet nog even thumbnail maken. Mijn artikel schrijven. En dat is het ook wel. Verder wordt het niet echt heel spannend. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dan horen jullie morgen even hoe het is afgelopen bij de IKEA. Ik ben echt zat. Schrikkelijk. Ik kom ook weer van boven, dus dat kan het ook wezen.
Ik ga dat even doen. Ik zal straks even de spullen naar beneden halen. En dan zie ik jullie in ieder geval morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 18 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even stof gezogen. Want vandaag op de planning boodschappen doen, therapie, kattengrit halen en naar de Action. Ik moet cadeautjes halen voor Nathalie. Ik zie er een klein beetje tegenop omdat het in het nieuws is geweest dat de Action momenteel niet echt heel goed bevoorraad is. En daar kan de Action ook niks aan doen natuurlijk. Maar ja, het is wel vervelend. En ik leg de lat gewoon altijd heel hoog met cadeautjes, want het moet weer perfect natuurlijk. Ja, in deze wordt het gewoon een beetje lastig. Voor de rest, gisteravond even naar de IKEA geweest. Ik moet wel zeggen, je gaat nu niet voor je plezier naar de IKEA. Waar ik was, zijn ze heel streng en dat is op zich prima. Het is goed. Alleen, ja, je mag met 2 mensen naar binnen. Met 4 mensen maximaal in de lift. Maar we stonden eerst boven en toen moesten we toch beneden zijn. Je kunt geen nummertjes trekken bij de klantenservice. Dus, nou ja, we werden op een gegeven moment geroepen. Even het verhaaltje gedaan. Toen kregen we nieuwe pinnetjes mee. Hun wisten ook niet hoe dat kwam. Het was gewoon waarschijnlijk een fabrieksfout. Dus toen konden we weer terug. En toen zaten we in de auto en toen begon het weer los te barsten. Het begon keihard te regenen. Het was echt even heel heftig, maar dat geeft niet. Maar nee, ik heb zeker nog dingen nodig bij IKEA. Maar ik zou wel even wachten tot het allemaal wat meer behapbaar is. Behapbaar, ja, het is wel weer wat meer behapbaar. Maar gewoon even, ja, het liefst tot we er vanaf zijn. Maar dat kan natuurlijk nog een hele tijd duren. Want het is nu niet echt dat je zegt van, oh, ik ga even lekker naar de IKEA om te neuzen. Gisteravond even het spelletje teruggekeken. En Rex en Gossip Girl gekeken. Dat was het ook. Ik heb de vlog ingepland. Ik heb mijn artikel online gezet. En dat was het verder ook. Dus verder niet bijzonder. Toen ik thuis kwam, heeft mijn vader het karretje al in elkaar gezet. We hebben even koffie gedronken. En toen ging hij ook weer. Ik zal het karretje van de week even laten zien. Die staat ook al boven. Wel heeft mijn vader horretjes meegebracht. Let niet op de bende in de keuken. Dit is een horder. En 2 horren. Eentje voor de slaapkamer. En eentje voor de woonkamer. Want hij kwam binnen en toen dacht hij, oh, het is hier wel een sauna. Ja, dat zei ik al, het is hier bloedheet. Dus die gaan we even maken. Ik wilde al heel graag een horder en we waren voor een paar weken terug toen we naar de Action gingen. Hadden we ernaar gekeken, toen dacht hij eerst dat het niet kan. Maar ja, toen vertelde ik van de week dat hij dus zondag belde. Dat hij dacht dat het wel kon, dus die heeft hij al meegebracht. En die gaat hij dan even maken, maar daar hebben we wel een hele dag voor nodig. Want dat schijnt gewoon een intensief klusje te zijn. Dus als het goed is heb ik dan lekker horretjes en een hordeur. Zodat de deur lekker open kan zonder dat er veel insecten naar buiten komen. En dat kattenlikken niet weg kunnen lopen. Dus dat is heel prettig. Ik ga eventjes mijn kruimeldief over de bank halen. En dan wacht ik tot mijn bezoek er is. Want die kan er ieder moment zijn. En dan zet ik jullie vandaag nergens bij. Maar dan zie ik jullie gewoon weer als ik terugkom. Dus dat is het voor nu even. Zo, ik ben weer thuis. Ik laat jullie nu even niet de boodschappen zien, want ik heb het meestal opgeruimd. En ja, voor de rest eigenlijk rustig aan, want ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer te doen. Het was een beetje vervelend, want ik was eigenlijk al een beetje moe van de boodschappen. Nou ja, toch even therapie gehad en daarna de Action gedaan. De therapie, dat put je ook best wel uit. Ondanks dat je gewoon thuis bent, je krijgt veel informatie, dus ik ben best een beetje gaar. Bij de Action is het op zich redelijk gelukt. Ik ben niet helemaal tevreden, maar goed, dat bespreek ik nog even met mijn moeder vanavond. En ik ga morgen even shoppen opnemen. Dus die komt nog online. Misschien staat hij al online als deze video. Ik denk dat hij al online staat als deze video online, deze vlog online komt. Ik moet even een zakje van het kattenvoer weghalen, zie ik, want die had ik nog niet weggegooid. En ja, ik heb straks gewoon makkelijk eten, dus ik kan zometeen gewoon lekker douchen en daarna op de bank. Voor de rest eigenlijk niet heel veel nieuws. Ik ga even wat drinken zo. En dan ja, ga ik de bank op, even wat eten maken. Ik heb makkelijk eten, volgens mij zei ik dat net ook al. En dan ja, vanavond kijk ik maar SBS6, ik denk toch maar gestalkt en... Meester Frank Visser en ja, misschien nog wat van wat ik heb opgenomen. Dat ik dat terugkijk als ik deze Meester Frank Visser ook alweer heel goed ken.
Maar dan ga ik even kijken, maar ik ga zo eerst even lekker onder de douche. Want dat vind ik altijd wel lekker. Morgen moet ik even wasjes draaien ook. En ja, dat is het ook eigenlijk wel een beetje. Vanavond nog even foto's bewerken en dan ja, ben ik wel weer redelijk rond. Dus vanavond heb ik weer klem. En ik heb Gossip Girl, dus ja, op zich prima. Maar verder heb ik eigenlijk niks te melden. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu even lekker douchen en bijkomen, want ik ben echt een beetje moe. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 19 juni. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen de shoplog van de Action opnemen. Zodat ik die spulletjes straks ook kan inpakken. Ik zat even met Nathalie te appen ondertussen. Dus dat is even de planning en daarna gewoon even bullet journal en de cadeautjes inpakken. Gisteravond heb ik gewoon lekker televisie gekeken, gestalkt en Meester Frank Visser en Gossip Girl en Clem. Was heel spannend. Ik heb de foto's bewerkt, dus dat kan ik vanavond weer een artikel over schrijven. Mijn haar komt heel echt vol geen meter. Je ziet ook dat het weer super donker wordt, maar ik heb momenteel geen haarverf eventjes in huis. Dus ik kan het niet verven, dus dat houdt even op. Voor de rest, ja, eigenlijk weinig gebeurd. Gisteren dan even lekker gegeten. Ik had nog wel even wat dingetjes gehaald bij de kruidvat trouwens. Die zal ik hier zal ik even pakken. Ik had namelijk even... ik wou van Frank verwacht. Ik zal het even meenemen. Even wat handiger. Ik moest namelijk even iets hebben voor Vaderdag. Want het is natuurlijk Vaderdag zondag. Maar ja, wij gaan daar verder niet heen. Want ja, wij doen dat eigenlijk niet heel erg meer. Het was vroeger meer toen Nathalie en ik nog klein waren. Als kind zijnde dat je dan even wat meenam. En ik had nog iets. Even kijken waar dat ligt. Oh, ik heb het. En ik wilde eigenlijk ook even iets meenemen voor Frank. Gewoon meer even, ja, gewoon voor de aardigheid. Ik wilde eigenlijk een zachtje erop doen. En toen kwam ik dit tegen. Het is gewoon een hair and body douche gel van Ajax. En ik dacht, het is gewoon een cadeautje met een knipoog. Niet dat hij stinkt, absoluut niet. Maar ik vond het gewoon leuk omdat er Ajax op stond. Ik denk dat doe ik wel voor Frank. Voor mijn vader heb ik gewoon een douchegel, sport 2-in-1 shampoo en douchegel. Volgens mij heb ik het al een keer gegeven, maar dingen voor mannen zijn heel lastig. En dan heb ik er een reepje bij van Kellogg's. Mijn vader die is heel erg aan het opletten met wat hij eet. En dit soort reepjes mag hij wel. Kijk, als je er een Snicker bij doet, dat is gewoon niet zo handig. Nu dus ik dacht, doe ik dit. En ik heb een mondkapje meegenomen. Deze was 2 euro. Ik vond hem heel erg leuk met die lipjes erop. Niet dat ik op dit moment een mondkapje nodig heb. Maar ik dacht, ja, voor hetzelfde geld heb ik een mondkapje nodig. Een keer dan heb ik er geen één. En ik vond deze nog wel betaalbaar. Want ik vind ze normaal best wel duur. Ik ga eens even kijken. Of er ook een... Nee, je kunt hem gewoon aanpassen, maar er kan volgens mij geen filtertje in. Oh jawel, er kan, het filterpapier kan slechts eenmaal worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om je masker en je filter elke 4 uur te vervangen. Maar je kunt deze gewoon wassen. Ik dacht voor 2 euro, weet je, ik heb gewoon een maskertje. Net wat ik zeg, niet dat ik nu denk van ik moet hem gaan gebruiken, maar... Gewoon meer eventjes dat ik er eentje in huis heb. Dat mocht het zo voorkomen. Ja, dat ik er eentje nodig moet hebben. Dat ik in ieder geval eentje in huis heb. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik de filmspullen klaarzetten. Dan ga ik eerst de shoplog opnemen. Dan ga ik daarna de rest van de dingetjes doen. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, ik heb net de video opgenomen. En het is ook klaar. Ik leg nu even de spulletjes apart die ik nodig heb. Die ik dus zo moet inpakken voor de cadeautjes. Ik moet zeggen, het was... een beetje lastig allemaal. Maar de video ging best wel snel. Dus even na te beantwoorden. Dus het opnemen ging op zich vrij vlot. Ik ga ook gelijk even wat spulletjes gebruiken die ik nodig heb. En de rest
gaat naar boven, want dat ga ik van de week lekker opruimen op een gemakje. Maar ik heb hier even wat spullen liggen die ik dus moet inpakken voor Nathalie. Dus dat allemaal. We kunnen ook beneden blijven. Dus dat allemaal naar boven. Dus dat ga ik zo gewoon even doen. Ja. Ik ben nog steeds gewoon niet helemaal tevreden. Het is gewoon heel vervelend. Maar ja, ik heb er niet zo heel veel aan doen. Ik wil even een paar dingen al gelijk neerleggen. Dat zal ik jullie zo even laten zien wat ik dan heb neergelegd. Deze kan ik trouwens ook wel gelijk gaan gebruiken. Dat lijkt mij een goed idee. Dus ik zal het jullie zo even laten zien. Zo, het kaartje van de camera is vol, dus ik film even met de telefoon. Oh, dit ruikt lekker, hè? Ja, dat heb ik net gewassen. Dit is het katje wat voor de kattenbak ligt. En heel af en toe plassen ze daar wel eens op. Dus meestal gooi ik hem even in de handwas. Maar ze ruikt nu de wasmiddel. En dat ruikt gewoon super lekker. Ze is dom op vissen was. En ze hebben net lekker gegeten. Ik ben nog wel even lekker bezig geweest. Niet heel bijzonder hoor. Ik heb even wat gekleurd. Het was vooral nu bezig met de cadeautjes inpakken. Toen heb ik het opgeruimd. Dan ga ik van het weekend ook even bovenaan aan de gang. Zondag. Morgen ben ik er natuurlijk niet. Maar het was verder eigenlijk allemaal prima. Ik wil jullie nog wel eventjes laten zien hoe ik nu de dingen heb staan die ik bij de Action had gekocht. Want als deze vlog online komt, staat de shoplog toch wel online. Ik had heel leuk staan. Ik heb dat katten... kikje heb ik hier gelegd. Dus ze liggen er al meteen op. Meisje komt er nu net uit. Mijn tijgertje lag er ook al gelijk op. Super leuk. En in de douche heb ik nu die tandenborstelhouder staan. Ik heb nog niet een zeepompje staan. Maar dat komt nog. Die staat dus nu hier. Dus ja, top. Daarom wilde ik ook gelijk de shop opnemen. Zodat ik de spulletjes ook gebruiken kon. Maar daar ben ik wel heel blij mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb net nog even een was aangezet. Dus ik kan vanavond nog even ophangen op de valreep. Was ik weer vergeten natuurlijk. Soms. En voor de rest eigenlijk vanavond weet ik niet zo goed wat ik ga kijken. Ik heb wat dingen opgenomen. Ik denk even perfecte plaatje. Misschien nog even Obese. Als die het doet. Maar dat weet ik niet. En je hebt wel komt een man bij de dokter. En dat vind ik wel super leuk. Straks lekker douchen en eten. En dan vanavond moet ik mijn artikel schrijven. En ik moet gewoon die video in elkaar zetten. Daar begin ik wel op tijd mee. Want het kost altijd wat meer werk. Een extra shopblog. Maar dat geeft niet. En ik heb weer Gossip Girl en Clem. Dus dat is eigenlijk allemaal top. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Morgen heb ik dan verjaardag. Ik ga jullie proberen mee te nemen. Even kijken wat er gefilmd kan worden. En hoe of wat. Maar dat zullen we morgen wel zien. In ieder geval nu lekker eventjes een relaxed avondje. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 20 juni. Ik ben een beetje aan de late kant. Dus ik open even heel snel de vlog. Ik ga nu naar Nathalie haar verjaardag. En ik zal jullie meenemen. En dan vertel ik jullie straks even wat meer als ik weer thuis ben. Maar nu moet ik even haasten. Nou, just come in. Ik zie al precies wat het is. Denk ik. Tip top nu. Nou, beste tour dan. Nou, zo heb je die best nodig in het leven. Hij wel, rest van het jaar ook. Dat is goed, hè. Het ligt maar hoe vaak per dag je je tanden hebt natuurlijk poets. Ja. Dat is ook een grote type, hè. En natuurlijk van oma al gefeliciteerd. Ah ja. Haar en body. Lekker. Dan moet ik mijn knip opnemen, dat is dan lekker. Nou ja, niet dat je denkt dat je stinkt of zo, maar ik zag Ajax en ik vond het grappig. Oh. Ja, ik ook zeg wel dat je stinkt, hoor. Ik zag het soms ook wel eens even. Ruikt het lekker, ja? Ja? Ik hoef niet te ruiken, want je gaat... Ja, ik vertrouw hem daar ook niet meer in. Nee, ik vond het ook gewoon... Dus ja. Ja, hoe krijg je dat nu weer open? Nou... Het is een mesje, denk ik.
Ik werk in de supermarkt, hè? Ja, maar daar heb je een mesje op zak, toch? Zeker. Maar het is niet dat ik die altijd gebruik. Oh. Nou, dat is geen verbazing snel, hè? Ja. Dit is een doos en een doos en een doos. Oh, Ria, dit is vies. En Ria begint gelijk te lachen, dus het is ook gewoon zo. Oh my god. Wie van jullie heeft er zoveel besteld? Hoe kom je aan al die doosjes? Op werk. Oh. Ik krijg soms een gehoorapparaat. Die moet ik dan aan jou afstaan. Ja. Nee, heeft het geraden. Nee. Ja, Jezus! Ik ben benieuwd wat ze voor jouw verjaardag gaan verzinnen dan van kutgeval. Jouw cadeautje stoppen ze in een ballon. Dat is gewoon prik en klaar. Nou, niks prikken. Oh, niet prikken. Ja, dat knalt. Ja, gelukkig ga je wel aan. Die zat ik maar niet bijna voor, dus dat scheelt. We komen er. Dit is wel een hele vieze grap van je. Jezus, heeft hij dat ook nog ingepakt? Nee, dat was niet gepakt. Nee, want je ziet wel het verschil tussen dit cadeautje ingepakt en die doosjes. Ah, heel mooi. Kijk. Oh, superleuk. Oh, een uil. Ja, dat zie ik. Ja. Met baby-uil. Maar dat was degene die ik wilde. Die ik toen wilde, maar die... Hadden ze toen niet? Nee. Ja, kan die hem scherp zijn? Ja, maar ik wil zelf even kijken, want ik wil mijn oren. Tino. Tino. Hallo? Hallo, kraak. Inderdaad, ik zelf al op de tussentijd. Tina! Je weet me nooit natuurlijk, hè? Draak! Goed, dus. Naarmate mijn verjaardag altijd voor, koop ik nooit zo heel veel spullen. Omdat nee, ik denk. Ik heb een aantal van onze jongen was altijd gezegd dat je niet koopt, nou niks. Ja. En toen weet je meteen met dingen wat je moet kopen. Dat is wel ja, aardig. Aardig ja, hij wordt aardig vol. Ja. Straks een tweede nodig, denk ik. Ja, de mijne komt gewoon van de libellen hoor. Die had gekregen van die vriendin, dat die libellen. Ik denk dat ik jouw vader geen pandoor. Maar dat ding was zo hoog. Zo, wat een reuzenkaart. Leuk. Lief, dankjewel. Ik ga hem straks even in de restaurant zetten. Nou, ik kwam er... Oeh. Zo is het. Het is leuk. Gearriveerd, zeg maar. Zet dat ook wel weer even in de tas. Ah ja. Ik heb wel gelijk een warmtebultje. Dat dacht ik die aanvulling niet elke maand krijg. Oh. Ik heb nu weer een brief van dat ik op mijn 65 krijg. Dat kan zo zijn, denk ik. Ja. Oh, hij is wel leuk. Dit wil ik zo graag. Dat is echt leuk. Er kan niet zo heel veel in. Er hoeft ook niet zo heel veel in. Dan je gewoon even de telefoon in je sleutel, dan is het best. En hier kwam het erin. Er kwam er genoeg in, hoor. Waar is dat, jij die pijn? Van oma. Ah, we kunnen maar als rustig gebruiken. Ja, klopt, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Oh ja, op je internet besteld. Ja. Oh, dan kunnen ze dan pakjes wel in eigenlijk. Dat, ja, blijkbaar. Ik denk ja, dat dit is zo'n speciaal dat... winkeltje. Ja. Dat is wel een mooi tas. Ja. Ja, ik zeg, oh, nou, je geeft een tas. Oh, dat is... ja, god. Als ik van de week, als mijn auto terug is naar oma, ga, zal ik hem meenemen. Laat ik hem zien. Dat is goed zien, ik zie glitters. Het is een beetje glitter, of niet? Die, op die band zit een letter. Nee, 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 het is haar. Oh, het lijkt glitterachtig. Ja, kijk.
Ik heb voor jou ook. Jij bent ook bijna jarig. Zet het tegen zonder papier, vreselijk. Schrikkelijk. Nee. Eindspel. Ja. Ja, nee, ik vind het leuk. Nou, ik wou eigenlijk een drop kopen voor Frank en toen zag ik Ajax. Oh, dat is niet. Oh, leuk. Dat zeg ik wel. Leuk voor je tuin, joh. Ja. Ik wil hem overal ophangen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wil jij ook gelijk mijn cadeaus? Of jij mag zelf kiezen. Ik zal eerst met één beginnen. Oeh, yes, Marcus. Ik vind het toch makkelijk voor je derde maken. Dankjewel. Kijk, nieuwe kleurstift. En ik heb al. Ik heb gisteren toevallig mijn hele kar opnieuw ingedeeld. Oh, mag ik straks even kijken? Ja, dat mag. Ik ben wel heel benieuwd, want ik moet mijn karretje dus ook nog indelen, maar ik weet nog niet zo goed waar ik ga beginnen. Ja, ergens. Ja, dat klopt. Oh, dat is ook leuk ingepakt. Ja, oh, dat heb je zelf gedaan. Ik kan allemaal laten. Oh, oké. Hier is het eigenlijk. Je ziet ook gebeuren dat ik straks... Ja, ligt straks met je hoofd in. Ja, nee, nou, je kan ook zo meteen, als je wil, iets meer hier deze kant komen. Heb je ook nog een beetje schaduw, als je dat wil. Ja, we moeten een parasol op te zetten. Hé, Iris, dat goed hier, hoor. Ja, dat is goed. Oeh, leuk. Ik denk, laat ik zoiets maar doen, want ja, het helpt. Wat is dat? Oh ja, leuk. Oh, wat leuk. Je moet wel lekker nog, schat. Ik heb door, ja. Maar het gaat zo. Dag! Je hebt nog wel ruimte, hè? Ja, hij zit aan dat tafeltje van de bloemetjes vast. Kijk eens. Een liter bier. Nou, dan moet ik hem doorschuiven. Oh, leuk. Ja, vind je leuk? Ik heb het zelf ook één, dus je mag ook nog kiezen of je het erin wil. Ik dacht, zal ik noemen dat ik wel een dingetje voor jou. Je krijgt echt wel even druk, lieverd. Ja. Ja. Hij denkt niet het. Gelijk weer aan de hand. Dank je zo. Ja. Ben je dan helemaal jarig? Of is dat er echt een beetje af? Ja, dat neemt een beetje af. Oeh, leuk. Kijk, stempels. Nou, diegene die hier wou, die hadden ze niet. Nee, maar die zijn ook wel leuk. We hebben ook. Dit moet ik denk ik niet laten vallen. Echt niet. Ja, leuk. Eindelijk een keer in mijn leven zo'n mok. Oké, laat ik hem maar even in het plastic zitten. Ja. Dan zou ik het advies geven om die niet in je vaatwater te doen. Nee, dat ga ik ook niet doen. Ik heb hem ook. Ja. En het gaat toch af. Ik dacht wel als dat ik in de vaat was gevallen. Oh, nee. Dan is het wel goed. Maar het kan inderdaad. Ja, dit is een kleurboek, maar hiermee kan je goed water verven. Als het goed is. Een giraf! Is dat met blondes? Nee, dat is nee, dat niet. De hele leuke dieren zitten erin. Leuk hoor. Had je nog altijd een weer opgepakt, Maarten, of door? Oh, nee, ja, ik heb het nog niet kunnen zo leggen, droog hebben. Dinootje, hallo. Oh, ik denk dat hij onder de voet zit, dat Dino. Ja. Oh, nee, klopt niet. Nee, hey, nog een giraf. Echt? Nog een giraf? Maar die heeft bloemen op zijn hoofd, hè? Die andere had toch ook bloemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie het. Kijk, het is, oh, is gewoon hetzelfde. Nou, wat stom zeg. Nee, dat is toch leuk? Want dan kan je alles... Zit er twee keer in. Dus oh, toch? Oh, dat wist ik niet.
kan je hem in weer twee laten maken. Ja, verschillend denken we. 250 gram papier, dus als het goed is. Dat was waar, denk ik. Heb je alles? Ja. Nou, neem maar op hoor, als je wil. Ja. Oh yes! Kijk, dit is een waterverfboek. Met speciaal papier. Dit is papier van 200 gram. Kun je dat schilderijtje natekenen? Het vorig gaat, dat is wel mooi. Dat zou ik kunnen. Dat is wel heel mooi. Dat kost wel heel veel tijd. Maar ik heb heel veel ideeën momenteel om te water. Sorry, ik schopte je. Heel ziek. Nog meer stiften. Daar kan ik mee in mijn waterboek schilderen. Ik ben vooral heel benieuwd naar deze oranje. Heb je hem al getest? Naar die oranje. Ik vraag me af of die echt fluor is. Op het hele. Je moet wel lopen naar huis, hè? Want dat is nu vervelend voor je. Hoe heb je mondkapje bij je? Die ligt in de auto. Ja, maar dan heb ik hem wel bij me. Oh, deze zijn ook leuk. Dan kan hij niet meer in de auto natuurlijk, hè. Kijk dan. Piertje, ik wel je mond gedaan. Oh ja, dan. Leuk. Trek de onderbroek maar over je kop. Ja. En die mensen hoeven niet uit. Dit wordt raar. Dit wordt raar. En die mensen hoeven niet uit. Maar wij hebben zeven. Kijk, die Nova. Oeh. Volgens mij hou jij van schilderen en tekenen. Ja, ik heb het hele waterverven herontdekt. Oeh, deze is leuk. Kijk, dit is Coco, de papegaai. Ja. Nee, man. Hij gaat vanmorgen altijd uit met Coco de koe. Ja, Coco. Die is leuk, hè, die kat. Ja. Deze is ook mooi. Die vlinder is mooi. Maar deze bloem is ook mooi. Een paard. Hier is Coco de koe. Ja. Nee, dit is geen koe, dit is een... Een koe kan ook horens hebben. Jazeker. Dit is toch een mannetje? Nee, dat is een stier. Dat is een stier noemen we dat. Ja, dat bedoel ik. Dat is geen ja, maar een koe kan ook horens hebben. Van die kleine horentjes. Ze zegt toch niet voor niks een koe bij de horens vatten? Het zou een beetje raar zijn als er dan geen koe bestaat met horens. Oeh, deze is mooi. Nee, dat is zo 206. Ja. Ja, ja, ja. Is dit een mannetje of een vrouwtje, Angela? Mannetje. Hij heeft horens. En met een koe kan ook horens. Ja, maar dit is een geit. Je een mannetje een geit. Beetje bij een mannetjeskoe niet. Ja, sorry. Ik wilde hem graag compleet geven. Ja, hadden ze niet. Ik ben er ook nog geweest, maar ze hebben niks. Ik was niet helemaal tevreden over de cadeautjes. Ja, het is toch leuk. Volgens mij is het alles wat ik heb. Ja. Heb je nog wat te vertellen, Frank? Nou, ik heb honger. Hey, dit is een barbecue, hè? Ben je aan het braden? Vlees. Wat voor vlees? Speklap. Bied je eigen speklapjes? Nee, ik gebruik jouw vel. Oh, je gebruikt vel. Dat is wel een beetje klein dan. Nee, we hadden niet over worstjes, zeg maar, Tom. Dat heb ik niet gezegd, speklap. Ja, precies. Overtollig vet van jou, zeg maar. Nou ja, dat hebben we gewoon best allen genoeg, denk ik. Mooi vuurtje, toch? Zeker. En tot nu toe gaat het nog goed. Je laat geen vlees erin vallen zoals de vorige keer? Nee, dat doe ik nooit. Nee. Altijd kan nog komen. Volgens mij hebben mijn kijkers gezien dat jij de vorige keer vlees liet vallen. Ja, wat zeiden die kijkers dan? Weet ik niet. Oh. Ze hebben er niet op gereageerd. Dus geen indruk. Nee, blijkbaar niet. Mensen, reageer even op gameapje.nl. Voor alle leuke games kun je gewoon kijken. Hij doet het nooit hoor, dus ik zou niet abonneren. Ik zou wel abonneren, dat is juist leuk. Niet doen dat ook nog pas één keer in de maand of zo. Nou, één keer in het jaar zeg maar. Oh, één keer in het jaar. Ja. Maar dan is het een special editie. Nou. Nou ja, dat zeg maar ook. Dat gaat bijna ook wel. Ja, dat bedoel ik. Nee, je lijkt me gewoon af zeg maar. Ik doe niks, ik sta alleen. Ja, dat lijkt me af dan. Ja, ja zeg. Ja. Dus ja, dat zeg maar. Heb je zelf nog wat te vertellen tegen de kijkers? Nee, eigenlijk niet zoveel. Ja, dat is saai. Dat is saai. Ja. Kom je vaak? Soms. Dat lijkt me wel geen nee. Kom je vaak? Nee, soms. Vaak te gebeuren.
Het is wel de eerste keer dat ik hier barbecue in deze, dat ik hier eet in deze tuin. Ja. Ja, meestal krijgen uit een bakje, toch? Ja, als hondenvoer. Ja, precies. Meestal krijgen uit een bakje. Ja. Oh. Kijk, het hondje zit daar. Die wil ook gevoerd. Tom, ja. Een leuk hondje. Ja. hij kan ook nog kwispelen, kijk maar. Ja, precies. Gelukkig doet hij dat met zijn kop nu. Nou, zal ik je maar laten barbecueën dan? Ja, doe maar dan. Dan kan ik even in concentratie mode. Ik ben weer thuis naar de verjaardag. En we bleven spontaan eten, dus dat was wel heel gezellig. Hebben jullie beelden van kunnen zien? Op een gegeven moment kreeg ik het wel een beetje koud. En ik heb er nu een beetje moeite mee dat ik dan weer alleen ben. Dat vind ik dan best wel lastig, want je hebt de hele dag weer mensen om je heen gehad. En ja, nu ben je weer alleen. En de tijd vliegt ook gewoon als je daar zit. Het was super gezellig. Ik hoop dat Navi een hele leuke verjaardag heeft gehad. Maar dat zal vast wel. En ja, nu strakjes nog eventjes Gossip Girl kijken en Clem. En misschien nog even Flikker Rotterdam. Gewoon even bijkomen. Even mezelf worden weer. Heb ik altijd even nodig. Stond dan even lekker warm douchen. En dan de katten hebben het eten gehad. Ja, verder gewoon op de bak. Misschien ook nog wat aan de vlog gaan doen. Dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Maar in ieder geval, dat was het. Gisteravond ook gewoon lekker televisie gekeken. Sorry even voor de korte opening vanmiddag. Ik dacht dat ik iets meer tijd had dan dat het uiteindelijk was. Maar ik wilde dus mijn lens in. En die kon ik, mijn ene lens kon ik niet meer vinden. Ik weet niet waar ik ze heb gelaten. Dus daar baalde ik een beetje van. Maar we hebben gewoon de hele middag in de tuin gezeten verder. Dus dat was prima. Dus dat was het ook. Ik zie jullie dan ook wel morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Lekker douchen en zo. En dan, ja, trek ik wel weer bij. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 21 juni. Het is officieel zomer. Ik zit even op de bank. Ik heb net even mijn tijgertje geknuffeld. Ik merk aan het tijgertje ook wel dat ze het fijn vindt als ik gewoon weer thuis ben. Die stond gisteravond ook al voor het raam te wachten. Van komt ze er al aan? Komt ze er al aan? En dan kom ik naar de deur en dan staan ze ook eigenlijk al bij de deur te kwispelen van je bent er weer. Ze wilden ook wel als hun zachte voeren hoor. Want dat zijn ze natuurlijk zo gewend. Maar je merkt toch wel dat het gevoelsdieren zijn. De afgelopen weken ben ik natuurlijk best wel veel dagjes weg geweest. Dat ik laat thuis kwam. Maar je merkt altijd wel dat ze weer heel blij is als ik er weer ben. Dus dat is altijd wel super lief. Ik heb een vlekje op mijn bril. Zo, dat is beter. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik had mijn bril even schoongemaakt, maar er zat nog een klein watervlekje op. Maar mijn bril trouwens altijd schoon met gewoon een beetje water en een heel zacht doekje. Ik vergeet altijd hoe die doekjes heten eigenlijk, maar het is gewoon zo'n... zo'n doekje waar je normaal ook mee schoonmaakt, maar dan niet zo'n gele, maar zo'n microvezel. Microvezeldoek, dat is het woord. En deze, daar zit dan geen wasverzachter in. Daar ben ik nu trouwens ook mee gestopt. Toen kreeg ik die tip van mijn moeder van je moet eigenlijk geen wasverzachter meer gebruiken bij je handdoeken. En je handdoeken worden er wel heerlijk zacht van, maar ze nemen een stuk minder vocht op. En dat merk je ook wel met afwassen en zo. Van de theedoeken, want dan of ze geven heel veel pluisjes af of ze nemen het gewoon dan niet zo goed op. Vandaag... Ik wil zometeen even mijn kwasten wassen, maar ik ga eerst zometeen eventjes gaatjes boren, want ik wil eventjes mijn handdoekhaakje recht hangen en eventjes die kruimeldief ophangen. Dat is echt eventjes van belang. Daarna moet ik dan even mijn kwasten wassen en foto's maken, dus dat is de planning. Verder niet heel bijzonder. Even stofzuigen. Gisteravond nog even Flikker Rotterdam gekeken en gewoon Gossip Girl en Clem. Ik ben nu bij het laatste seizoen van Gossip Girl, dus ik begin nu vanavond aan het laatste seizoen. En dat zijn denk ik een aflevering of 22, dus een klein maatje. Dan ben ik daar ook weer doorheen. Jammer, dan moet ik weer op zoek naar een andere serie. Maar goed, er staat genoeg op Netflix. Maar het duurt bij mij altijd even voordat ik een serie heb gevonden die ik ook echt daadwerkelijk heel leuk vind. Ik heb ook nog even aan de vlog gewerkt, dus ja, het was gewoon prima. En u zit eigenlijk hier, hè? Hi! Ik heb ook echt een super lieve foto gemaakt net met haar. Allereerst was ze mijn hand aan het likken. Dat is iets wat tijger standaard doet. Ik weet dat heel veel mensen dat heel vies vinden. Ja, ik vind het super lief. Zo was ze hier mijn hand aan het likken. En hier wilde ze gewoon even bij me liggen. Zo ligt ze eigenlijk heel vaak. Tijgertjes ook eigenlijk altijd standaard. Zodra ik uit bed kom, kon ze bij me zitten. En wil ze knuffelen en even kusjes. En dan is het goed, hè? Dan is het goed.
ze hebben geknuffeld. Dus ik ga nu eerst eventjes de gaatjes boren. Ik heb besloten om toch mijn kruimeldief hier in de woonkamer op te hangen, daar bij mijn deur. Want in de gang zie ik het niet zitten. Dus ik denk dat ik hem gewoon daar ga ophangen. Want ik heb daar ook een stopcontact. Dus dat is prima. En dan ga ik daarna bij de kwast wasselijk hier er even bij zitten. En dan zal ik jullie even laten zien wat ik moet gaan fotograferen. Maar dat is eigenlijk de planning. Ik wilde eigenlijk een beetje een rustig dagje. Maar dat gaatje boren moet gewoon echt even gebeuren. Ik heb nu ook nog hele lelijke nagels die nagelak. Die gaat er vanavond af. Ik heb mijn twee nagels ook nog niet gedaan. Want ik had er niet zo heel veel zin in. En dan kan ik die vanavond gewoon eventjes doen. Ik ga dat eventjes doen en dan zien jullie straks even het eindresultaat. Deze klus is klaar. Deze hangt. Ik vind het wel prima zo. Hij hangt ook bij een stopcontact, dus dat is top. Dat was ook de bedoeling, dus die hangt in ieder geval. Dan zal ik gelijk even dat ding in de keuken laten zien wat ik heb opgehangen. Dat is dan deze. Die hing heel los, dus die heb ik eventjes nu goed vastgemaakt. Dus dat hangt ook allemaal weer. Ga ik nu maar eventjes mijn kwasten wassen. En dan kan ik daarna foto's maken dus. Top, ik zet jullie erbij met de kwasten lossen. Spulletjes voor foto's. Ik heb hier de collectie van High Beauty. Van Essence. Ik heb daarvan een fixing spray. Een primer. Een mascara. Een poeder. En een maskertje. Twee concealers. En een lippenbalsem. Ik heb 5 lippen. Sticks van Catrice, dat zijn deze. Ik heb hier de 070, 020, 050. Ik heb de 090 en de 060. En dit mooie oogschaduwpaletten van de Action. Hier ga ik nu even foto's van maken. Ik ben nu al moe, maar dat geeft niet, want ik ben wel lekker bezig. Dus dat is op zich dik prima. Ga ik dat even doen en dan zie ik jullie straks weer als ik klaar ben, want ik ga jullie hier niet bij zetten. Maar mijn kasten zijn in ieder geval ook weer schoon. Dat geeft ook altijd weer zo'n lekker fris gevoel, vind ik persoonlijk. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik ben ook klaar. Ik heb even nog foto's geïmporteerd. Het ging allemaal prima. Ik heb ook even de beelden nagekeken van de video die ik vorige week maandag al had opgenomen. Maar die zijn eigenlijk goed, dus ik hoef morgen niet te filmen. Voor de rest heb ik eigenlijk, ja, ben ik wel heel tevreden met wat ik allemaal heb gedaan. Het was wel heel veel. Voor een zondag waarop ik normaal niks doe. Maar het waren wel even belangrijke punten waar ik ook wel blij mee ben. Zoals het ophangen van die dingetjes. Het was ook een doorn in mijn oog. Ja, de kwasten die gewoon weer heerlijk schoon zijn. Wat ik ook gewoon echt wel heel belangrijk vind. Om dat zeker om de week te doen. Helemaal omdat ik natuurlijk echt bijna elke dag wel make-up gebruik. Vind ik het gewoon belangrijk om ook schone make-up kwasten te hebben voor de hygiëne. Foto's zijn klaar en de katten hebben net gegeten. Ik heb niet het idee dat dit voor 24 uur houdt, zeg maar. Want ze begonnen al vrij vroeg te miauwen. Ja, ze krijgen gewoon niet eerder. Maar dat had ik bij Whiskas wel, dat het 24 uur lang vult volgens Whiskas zelf. Nou ja, dit vult natuurlijk sowieso niet echt, want het is meer voor de lekker. Ze hebben hele dag dolbrokjes. Maar ik heb wel het idee, ik klop het even af, dat ze hier minder van spugen. Dus op zich is dat wel een goede keuze geweest, denk ik. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Ik ga straks eerst die nagellak van mijn tenen en van mijn nagels halen. Want ik vind het nu echt een doorn in mijn oog. Zoals deze vooral. Die is nu heel erg beschadigd. En dat is prima. Dat maakt ook niet uit. Het moet er ook af. En ik ga vanavond iets heel buiten mijn comfortzone proberen omtrent nagellak. En dat zullen jullie morgen zien. Ik ben zelf heel benieuwd. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar het is iets wat ik zelf nog nooit heb gedaan qua kleur. Wat ik heb gedragen. Dus ik ben daar ook wel benieuwd naar. Maar dat zien jullie dus morgen. Vanavond kijk ik even Holland tegen België. Misschien dat ik nog even verder ga met de vlog. Ik moet sowieso foto's bewerken. Voor morgen. Ik moet... Nee, dat is het eigenlijk.
Ik denk dat ik nog even een stukje van die documentaire wil kijken van Mark de Hond. Die had ik opgenomen. Dat leek me heel erg interessant. En ik heb verder niks meer om terug te kijken. Ik had woensdag wat dingen opgenomen. Maar toen ik thuis kwam was er de stroom uitgevallen. Dus hij heeft die dingetjes die ik had opgenomen ook niet opgenomen. Ja, het is niet anders. Dus, maar dat kan ik dus wel nog even terugkijken. Want dat was donderdag. Dus daar wil ik even een stukje van kijken. Misschien vind ik het ook wel te heftig. En denk ik van oké, dit is niks voor mij. Maar wie weet. En verder Gossip Girl. En vanavond is het weer Rex. Dus dat is eigenlijk mijn avond. Straks even lekker uitgebreid douchen. Ik heb vanavond gewoon lekker frietjes met frikandellen. Lekker makkelijk. Dus ja, ik vind het voor nu wel goed. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik ben wel even klaar met deze hele productieve zondag die ik normaal als rustdag beschouw. Maar het is prima, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 22 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Het is dus geel geworden. Beetje uit mijn comfortzone. Je kent mij vooral met roze en rode nagellak. Maar ik had dus nog dit kleurtje van Essence. Ik dacht, het is zomer, waarom niet? Het is de kleur 14 Mrs. Brightside. Ik moet zeggen, ik moet even wennen. Het is geel. Ik heb nog nooit geel gedragen, geloof ik. Moet ik zeggen dat ik de structuur van de nagellak niet super fijn vond. Ik vond hem vrij dik, waardoor ik hem niet heel netjes erop heb gekregen. Waar ik eigenlijk niet zo heel blij mee was. Ik had het er op een gegeven moment op zitten, zoals ik niet tevreden. Toen heb ik het nog een keer gedaan, maar ik ben uiteindelijk nog niet helemaal tevreden. Wel gek, ik had dit nagellak nog nooit gebruikt. Dus hij was nog nooit open geweest. Maar toch was de structuur wat aan de dikke kant. Maar oké, voor een keertje geel. Dat was dus het uit mijn comfortzone gedeelte. Gisteravond heb ik Holland tegen België gekeken. En daarna heb ik die documentaire van Mark de Hond gekeken. Zo zielig. Aan de ene kant heel mooi dat je meegenomen wordt in iemands leven. Hij is 1,5 jaar gevolgd. Dus je zag echt het gedeelte waardoor hij is overleden aan blaaskanker. Nou ja, ze namen je gewoon heel erg mee, maar er zaten echt hele zielige stukjes in. Waardoor je het eigenlijk niet droog houdt. Dus ik vond het heel aangrijpend. Ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb rechts gekeken. Ik heb de foto's even bewerkt. Dus dat was verder mijn avond niet bijzonder, maar het was prima. Normaal is op de maandag de rustige dag. Ik wil alleen vandaag wel even alvast de douche doen. Mijn vader komt morgen even de ventilator draaien, want zo merk ik er niks van. De horretjes plaatsen. Dus ik dacht, ja, weet je, dan is het wel fijn om alvast de douche gedaan te hebben. Dan ga ik de nagelondertje en lekker ga gewoon zo meteen met de douche beginnen. Zet ik jullie dan nu dit keer even niet bij. Maar dan zet ik jullie bij de journal er wel bij. Ik moet nog even. Ik heb nu dan zo'n soort horretje voor mijn deur hangen. Die moet er nog even af. En ik wil zo eerst even een wasje aanzetten. Want dan komt het ook weer een beetje meer in balans. Want er zit heel veel was in. Dus dat is voor nu eigenlijk de planning. Verder niet bijzonder, maar in ieder geval is die douche alvast weer klaar. Dat is ook weer een bende van ellende. Dus ik ga daar maar eventjes mee beginnen. Dan ben ik des te eerder ook klaar. En dan zal ik jullie bij het bullet journal er gewoon even bij zetten. Dus ik probeer het een beetje rustig aan te doen. Maar die douche die moet even gebeuren. Maar ik ga nu eerst even een wasje aanzetten en een muziekje aanknallen. Thank you.
Zo, ik ben weer klaar. Ik heb even alles opgeruimd. Ik heb alleen mijn potloden laten vallen. Die kon ik even zo snel niet terugvinden boven. Ik moet daar gewoon opruimen. Maar de douche is in ieder geval lekker schoon. Ik heb zelfs het wasje eventjes eraf gehaald en al in de kast gelegd. Opgevouwen. Dus op zich best productief, maar nu ben ik het ook wel zat. Mijn was die draait nog. Alleen mijn wasmachine had een beetje water gelekt aan de onderkant. Dus moet ik even in de gaten houden. Ik heb er nu een handdoek opgelegd in de hoop dat hij niet in mijn laminaat trekt. En dat het gewoon opgenomen wordt. Misschien moet ik hem weer even draaien met soda. Maar moet ik even kijken. Voor de rest eigenlijk, ja, productief. Maar nu wel moe. Vanavond kijk ik Married at First Sight en dan The Second Chance. Dit is het vervolgprogramma op Married at First Sight. Waarin mensen waarin de liefde niet gelukt is. Heel veel mensen dus. Maar niet iedereen wil daar natuurlijk aan meedoen. Nog een tweede poging gaan wagen. Alleen dan gaan ze nu niet direct trouwen en samenwonen. Maar gewoon daten denk ik. Dat vind ik wel leuk. Je hebt ook weer Cash or Trash. Het zijn wel herhalingen. Maar ik heb niet alles gezien. Dus ik denk dat ik dat even opneem. Dat ik dat dan daarna kijk. Ik wil mijn artikel vanavond schrijven. En voor de rest heb ik gewoon Gossip Girl en Rex. Ik ben nu met het laatste seizoen van Gossip Girl bezig. Dus dat wordt verder mijn avond niet bijzonder. En dan morgen weer op tijd uit bed. Omdat dan mijn vader de woordjes kon maken. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik weet niet in hoeverre ik morgen ga vloggen. Want ik weet niet hoe lang alles gaat duren. Maar dat moeten we morgen maar eventjes kijken. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Straks lekker broccoli eten. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is volgens mij 23 juni als ik het goed heb. Ik ben een tijdje geleden al klaargemaakt. Want mijn vader kwam vanochtend om de horretjes te doen. Die is nu net de deur uit. Dus ik heb nu horretjes. Die zal ik jullie zo even laten zien. Gisteravond heb ik mijn foto's bewerkt. Ik heb even gekeken naar Married at First Sight Second Chance. Ik vond het op zich wel leuk, maar het is wel even wennen. En ik heb eventjes... ik had Cash or Trash opgenomen, want ik had niet alles gezien daarvan. Dus heb ik nog even gekeken en gewoon Gossip Girl en Rex. Dus dat was mijn avond verder niet bijzonder. Ik heb wel een vlieg in huis, dat is niet zo fijn. Die moet ik toch even doodmappen. Maar ik zal jullie eventjes de horretjes laten zien. Ik ga zo hier even verder een beetje opruimen en stofzuigen. Dan wil ik nog eventjes kijken of ik de video voor zaterdag kan opnemen. Want ik had wel een video, maar die was eigenlijk te vroeg. Want eigenlijk moeten de boekreviews nu aanstaande zaterdag online komen. Omdat het de laatste zaterdag van juni is. Maar goed, ik ga jullie eerst eventjes de horretjes laten zien. Ik heb dus hier nu een hor. Het zit gewoon zo vast. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Dan lopen we eventjes naar de keuken toe. Hier heb ik een hordeur. Echt super fijn. Kijk, die kan gewoon zo open en dan, ja, kan gewoon de deur lekker open ook met koken. En ik heb er ook een in de slaapkamer. Die hangt daar. Het is hier een beetje een bende, maar die, ja, die hangt nu dus ook. En we hebben nog eventjes een doek opgehangen bij mijn voordeur. Waar nu de stofzuiger nog half staat. Oh, die staat hier. Dat is, ja, die kunnen jullie niet zo goed zien. Die laat ik van de week nog wel even zien. Ik heb net de deur op slot gedraaid. Maar die hangt nu daar. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik even de video opnemen. En dan ja, even mijn groenten afhalen. Verder zal ik jullie vandaag nergens bij zetten. Maar ik heb al best wel een dag erop zitten. Ik heb trouwens twee nagels lak eraf gehaald. Want dat was niet netjes. Nu doe ik vanavond even opnieuw. Maar eerst hier maar even een beetje opruimen. Zo, video staat er ook weer op. Alleen al mijn batterijen zijn leeg. Zowel van mijn vlogcamera als van mijn spiegelreflexcamera. Dus dat is allemaal wat minder. Ik wilde jullie nog wel even het rolkarretje laten zien. Want dat had ik beloofd. Dus ik zal even naar boven lopen om dat te laten zien. Ik moet het nog indelen, maar dan heb je alvast een klein ideetje van hoe en wat. Dit is het karretje. Nou, hier ga ik dus nog wat spulletjes in bewaren. Die moet ik dus nog indelen, maar zo ziet hij er dus uit. Ik heb er nu even twee boxen ingezet. Ik ga het nog helemaal omgooien, maar ik weet nog niet precies hoe en wat. Maar dat is in ieder geval wel de planning. Ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee. Dus dat is deze. Zo, ik heb de groenten even afgehaald. Ik heb even verder opgeruimd. Dus dat is allemaal prima gelukt. Katten hebben net gegeten. Die waren de hele middag al aan het miauwen. Dat dit voordoet echt niet 24 uur lang zijn werk. Ik ga toch wat anders proberen, want dit is echt drama. Want ze laat ook door de video heen te miauwen, maar het begon volgens mij om 2 uur al. Ja, nee. Dat gaat me ook net een stapje te ver. Maar goed, ik ben nu best wel zat. Toch wel voldaan, dacht je. Ik heb alleen een beetje problemen met mijn waterkoker. Want ik had gisteren een cupsoepje gemaakt, die was niet goed. Dus ik moet even kijken of die straks wel goed kookt. En anders moet ik het even in een pannetje doen.
Nou, anders moet ik een nieuwe waterkoker kopen, denk ik. Ik heb ook mijn lenzen teruggevonden. Dat was ook het goede nieuws. Die stonden gewoon achter mijn gordijn. Ja, daar had ik even achter moeten kijken. Had ik dit niet gedaan zaterdag. Dus dat was niet zo handig. Vanavond kijk ik, denk ik, beter laat dan nooit. En voor de rest is er niet zo heel veel. Ik kijk sowieso Gossip Girl en Rex. Maar ik ga denk ik gewoon even de vlog afmaken. En ja, ik ga sowieso mijn foto's bewerken. Dus dat wordt het een beetje niet bijzonder. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Volgens mij is die best wel weer lang geworden. Dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Dat zie ik pas bij het editen. Maar mijn gevoel is dat die vrij lang is. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf natuurlijk. En dan kun je ook het belletje zetten. En dan krijg je een melding zodra een nieuwe video verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En ik hoop je in ieder geval bij de volgende video weer te zien. Doei!